We zijn vandaag weer aan de Havenkampseweg in Epe. We hebben hier net recentelijk twee huizen verkocht en we komen nu met de derde alweer. Een vrijstaande woning gelegen op de hoek Havenkampseweg Kwartelweg. Het huis heeft twee opritten en het huis is gebouwd in 1925 en volledig gemoderniseerd tot een moderne woning. Hij is uitgebouwd aan alle kanten en heeft voorzien van drie garages. Twee opritten, dus je kunt veel auto's kwijt op je oprit en je kunt wel drie auto's binnenzetten. Dat is ideaal. Het huis kenmerkt zich omdat hij volledig is gemoderniseerd, volledig is geïsoleerd. Je hebt een slaap- en badkamer te begaande grond, moderne keuken, drie slaapkamers en een badkamer de verdieping. U bent vast benieuwd hoe dat eruit gaat zien. Loopt u maar even mee, dan laat ik u het graag zien. Zo, we gaan even binnenkijken. Ik kom hier binnen in een lekkere, ruime, lichte hal. Hier links zit het toilet, daar zit een kelder. Ja, vanuit de hal kom je echt in een hele mooie woonkamer met open keuken. Mooie ruimte, ja, dat verwacht je niet aan de buitenkant. Gewoon sfeervol. Royaal, veel licht. Ja, echt een mooie ruimte. Hier aan de voorkant heb je de zithoek met gashaard, eethoek erachter. Ze hebben een mooie wand ertussen geplaatst, zodat je toch een beetje afgescheiden bent en toch een beetje open. PVC-vloer en overal vloerverwarming op de begaande grond. Ja, ideaal. Hier heb je de openslaande deuren naar de tuin. Daar hebben ze nog een terras zitten en dan kijk je zicht op de vijver. En die achterkant hebben ze echt een hele grote keuken. Grote mooie woonkeuken. Ja, waar je ook lekker kunt zitten aan deze tafel. Daar stuursteen het blad. Ja, en eigenlijk alle gewenste inbouwapparatuur. Je hebt een inductiekookplaat, familie, afzuigkap, koffiemachine, een stoomoven, vaatwasser. Allemaal Miele apparatuur. Ja, gewoon een mooie degelijke keuken. En als je hier doorloopt, loop je naar de bijkeuken. Je ziet al die kastenwand daar staan. Het is natuurlijk ideaal om een stofzuiger in te zetten. En ook de wasmachine die staat daar. En dan loop je zo naar buiten. Ja, hier, dit is echt een hele mooie ruimte. Ja, voordat we hier naar boven gaan, hebben we nog een extra ruimte beneden. Gewoon een extra werkkamer of slaapkamer, want hier aansluitend zit ook nog een kleine badkamer. Dus je kunt hier gewoon beneden slapen. We gebruiken het nu als werkkamer. Ja, aansluitend heb je een kleine badkamer met wastafel en douche. Dus ideaal om beneden te slapen. Kom op de overloop. Ook weer een mooie royale overloop. Hier heb je drie slaapkamers. Alle slaapkamers hebben een eigen inbouwkast. En het zijn gewoon grote slaapkamers. Bij elke slaapkamer kan een tweepersoonsbed staan. Dus dat is ideaal. Hier aan de achterkant. Grote slaapkamer, wat ik al zei. Daarachter zit een inloopkast. Gewoon een mooie ruimte. Slaapkamer 2 staat nu in een eenpersoonsbed. Maar hij is net zo groot als die andere. Dus er kan prima een groter bed staan. Ook weer een grote kamer. Ja, hier aan de voorkant van het huis is slaapkamer 3. Die gebruiken ze nu als werkkamer. Want ja, we zitten nog steeds met het coronavirus dat iedereen thuis weer moet werken. Maar goed, in dit huis heb je voldoende ruimte. Want ze hebben een werkkamer beneden en de werkkamer boven nu. En hier heb je ook weer een eigen inloopkast. Ja, dan hebben we nog één vertrek op de verdieping. En dat is een hele grote badkamer. Complete badkamer met lichtbad, inloopdouche, dubbele wastafel en toilet. Ja, naast de drie slaapkamers en die drie inbouwkasten hebben we hier nog een vliezeltrap naar zolder. Grote bergruimte hierboven. Ja, en als je dan niet voldoende ruimte hebt, dan laat ik u het buiten nog even zien. Want daar hebben we ook nog heel veel ruimte. Zo, de jas weer aangedaan. En dan lopen we naar buiten. Mooi besloten tuin met een veranda. Die gaan we zo laten zien. En dan heb je hier een mooi bijgebouw. Een dubbele garage. Volledig geïsoleerd met een verdieping en een dakkapel. En hier voor de garage heb je een dubbele oprit. Waar je gewoon ook weer meerdere auto's kwijt kunt. En als je hier doorloopt, heb je dan een soort binnenplaatsje. De garage laat ik u bij de bezichtiging zien, maar ik wil u toch even de verdieping laten zien, want het is toch wel handig hier. Boven heb je gewoon weer een extra kamer. Maar die is natuurlijk ook ideaal voor hobbyruimte of voor chillruimte voor opgroeiende kinderen. Ja, wat ook lekker is natuurlijk, is die veranda. Zo hier op de hoek van het perceel. Mooie ruimte. Kijk, lekker erop haar dan. Ja, hoe lekker is dat? Zeker in deze periode natuurlijk, maar hier zitten ze, hebben ze heel wat avonden doorgebracht in deze ruimte. Gezellige ruimte met open haard. Ja, gewoon sfeervol. Ja, bent u nu benieuwd naar deze woning? Wilt u hier graag wonen? Bel ons kantoor
We leiden u graag rond en u kunt alle informatie vinden op, staat hieronder, havenkampseweg42.nl. En ik zie u graag.